Op maandag 2 januari ziet een binnenvaartschipper in het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van de Zuidereidijk een stoffelijk overschot van een man drijven. De politie heeft sindsdien DNA-onderzoek gedaan, vingerafdrukken vergeleken, vermiste personenregisters uitgeplozen. Maar wie de man is, is nog altijd niet bekend. Om achter zijn identiteit te komen, roepen we vanavond uw hulp in. Ja, omdat de man al langere tijd in het water had gelegen, kunnen we het slachtoffer zelf niet laten zien, maar wel zijn kleding. Hij droeg onder andere deze trui, een extra large jas van het merk Willemstar Men's Club. Hij had bruine schoenen van het merk Checker aan, maat 45. En, opvallend, hij droeg sokken van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET. Maar daar kennen ze de man niet. De man zelf is Negowide. Hij woog 85 kilo en was 1,87 meter lang. Zijn leeftijd is onbekend. Uit zijn gebit blijken wel twee dingen. Hij heeft mogelijk drugs gebruikt. En aan de slijtage van zijn tanden is te zien dat hij lang in een omgeving heeft geleefd waarin minder westers voedsel werd gegeten. En dan nog een heel belangrijk detail. Op de bovenkant van zijn rechterhand zit een tatoeage met de letters FHR. Als u een idee heeft wie deze man kan zijn, neem dan contact op met de tiplijn. Het nummer is 0800 60 70.